Die hebben we eigenlijk. Mijn vader heeft er nog niet meer. Die hebben we eigenlijk ook nodig, want deze zakken gaat ook nog. Tegenwoordig heb je wel papieren zakken. En die kunnen we eigenlijk niet gebruiken. Ik zal u zo laten zien waarom. Maar u ziet dat, dat gaat er eigenlijk betrekkelijk simpel trekken die op. Ook die hier. Daar boven, nee, dit hangt gewoon in een lus. Oh ja, en die daar beneden hangt. Ja, dat gaat gewoon in een lus rond. Ja. Nou staat die, ik sta te hijsen. Molenaars zijn niet gek. Molenaars hebben een molen met windkracht. En die laat dat de wind doen. Daar zit, als u hier op de tekening kijkt. Wij staan hier onder dit grote wiel. Deze as draait. Kijk, dit is die as. Dat is voor wat we breder zouden staan. Deze as draait en op die as zit een tafel die meedraait. Dit wiel is een wiel wat op de as van die lier zit. Met een simpel touwtje van de molenaar dat wiel laten zakken. En dan trekt hij op windkracht omhoog. En u kunt dat zien als u van die hoek uitkijkt. Alleen aan deze kant staat het stil. En verdwijnt in dat gat. Dat gaan we beneden controleren waar het blijft. Ja, dat vind ik even. Die steen is groen. Want dat moet een beetje malen. Gladde steen maalt niet. Die groeven, een beetje altijd een smerig verhaal, die heet de billen. En die slijten er af. En nog eens een keer billen, werd die nog dunner. En op een gegeven moment was hij zo dun dat hij geen voldoende gewicht meer had. En nog een keer door, tot en ze allebei dun waren. Ja, dan werd ze op in een straatje gelegd. Dan.